Ja, jij kende een goede film ook met Bette Midler. Vertelde je ja, net. Ja, volgens mij speelde ze in The Stepford Housewives. Ja. Met, en ja. Die heb je niet van de week voor ons nee, gezien, volgens mij. Nee, die heb ik niet van de week gezien. Die heb ik al een tijd geleden gezien op DVD en ik vond hem erg grappig. Ja, ja en deze week ben je ook een film gaan kijken. Ik ben deze week naar de film geweest. Ik ben naar de nieuwe Woody Allen geweest. Dat heet Vicky Cristina Barcelona. Ja, echt weer een Woody Allen film, hè. Woody Allen is weer helemaal op dreef. Ja? Ja. En ja, Woody Allen, dan denken we een beetje aan een tobbende man met zijn brilletje op, ja. die door beeld loopt. Nou, dat is in deze film niet zo. Zoals je misschien weet, deed Woody Allen altijd zijn films opnemen in New York. Dat was zijn regel en hij deed eigenlijk niet anders. En in 2005 is hij daarvan afgeweken en toen is hij met Matchpoint naar Londen uitgeweken. En ik doe het even af, want ja. Ik hoor mezelf terug. En dat is hij eigenlijk blijven doen. En voor deze film is hij dus naar Barcelona gegaan en speelt hij zelf niet meer de hoofdrol. Maar je merkt wel dat het, ja, ik zie het een beetje als een film waarin Woody Allen laat zien de man die hij had willen zijn of ooit was. Of hè, je zit weer een beetje in dat culturele, relationele microcosmos, ja. Zeg maar, die van Woody Allen. En je kijkt mee in het leven van een aantal mensen waar het leven een beetje met elkaar verweven raakt. Maar is het dan eigenlijk dat je Woody Allen in Barcelona ziet? Dus in plaats van dat het in New York is, zie je een paar mensen tobben met hun leven in Barcelona? Is dat de film eigenlijk? Als je het eigenlijk heel kort door de bocht zou zeggen, kan je dat wel stellen, ja. En wat voor soort mensen zijn het? Ja, jonge mensen. Het gaat eigenlijk over twee jonge vrouwen. De ene die gaat trouwen, is verloofd en die gaat een paar maanden research doen in Barcelona voor haar afstudeer, haar thesis. Mm-hmm. Over de Catalaanse identiteit. En de ander, dat is Christina, die wordt gespeeld door Scarlett Johansson. En die, die heeft net een film gemaakt, een korte film, en die heeft liefdesverdriet en die wil eigenlijk alles vergeten. Ja. En zo worden ze ook neergezet als twee verschillende jonge vrouwen, maar wel met een enorme vriendschap. En zij komen elkaar in Barcelona tegen? Maar nee, ze komen elkaar niet tegen. Ze gaan echt samen er naartoe. Ja. En al daar gaan ze bij een tante van Vicky logeren. En dan komen ze op een bepaald moment een hele aantrekkelijke man tegen. Ja. Een kunstenaar, gespeeld door Javier Bardem, die we kennen van No Country for Old Men. Mm-hmm. Waarin hij een totaal andere rol speelt. Nu is hij echt 180 graden gedraaid. En kan hij overtuigen, binnen een minuut heeft hij overtuigd dat hij de charmeur is. Hè? Het is niet meer de psychopathische moordenaar die we kennen uit die andere film. En hij neemt hen mee en er ontstaat van alles. En Woody Allen is gewoon lekker op de reef. Ook in het in beeld brengen van Barcelona, want hij kan als geen ander natuurlijk Manhattan verfilmen met prachtige zeker beelden over de stad. Ja, ook in deze film, net als eigenlijk in Matchpoint, speelt de stad echt ook wel een rol mee. Je ziet de acteurs ook echt gewoon door de stad heen lopen waar het leven zich afspeelt van Barcelona. Het terrasleven, de kraampjes en dat soort dingen. Dus het is echt aanraden, deze nieuwe film van Woody Allen. Ik vind het zeker een aanrader. Hij draait dagelijks in het kijkhuis om 9:00. En als mensen echt goed op de hoogte willen zijn van de tijden, want het kan nog wel eens veranderen, dan zou ik gewoon naar de website gaan van het kijkhuis. Oké, hartelijk dank Jolande voor deze toelichting. Ja.